Welkom bij Golden Talks. Ik ben George de Bakker. Ik ben 30 jaar vrijwilliger bij Cirkel. In 1911 werd Cirkel voor het eerst kampioen, maar was ook meteen de eerste Vlaamse ploeg die kampioen werd. En met een klein detailje er nog bij, het was tegen Club Brugge. Dus de winnaar van die beide die ging landskampioen worden, werd uiteindelijk Cirkel. Maar dan ook 2003, promotie van tweede klasse naar eerste klasse. Levensbelangrijk geweest, want Cirkel zat toen al enkele jaren in tweede afdeling. Ja, het is natuurlijk, je zou kunnen zeggen, het is ambetant, maar langs een andere kant, voor een stad als Brugge is het uniek. Het is de enige stad in België met twee ploegen op het hoogste niveau. En nu kunnen we zeker praten van het hoogste niveau, aangezien we beide in de top 6 staan. Als we in 2000 de speler van de eeuw gekozen hebben, dat is Julien Verriest. Dat is iedereen zijn opinie op dat ogenblik. Maar daarnaast wil ik er nog wel iemand bij zetten. En dat is de voormalige Deense bondscoach Morten Olsen. Een echte gentleman voetballer, zoals er niet veel zijn.